Zoals Jip en Pieter aangaven, zou ik het vandaag hebben over de data-analyse van gemonitorde maatregel-effectstudies. En ik heb deze presentatie gemaakt samen met Annelieke Bakker en Ralf en Piet Verdonschot. En in Nederland worden namelijk heel veel maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. Zoals het herinrichten van beken, natuurvriendelijke oevers worden aangelegd, zoals Jip al zei. Er worden maatregelen genomen om belasting terug te dringen en nog veel meer. En een van de vragen binnen de kennisimpuls is dus, hebben deze maatregelen effect gehad op de ecologie? En in mijn presentatie vandaag wil ik jullie meenemen hoe we deze vraag hebben proberen te beantwoorden met een data-analyse. En omdat het toch wel wat statisch voelt zo achter de computer, zal ik mijn verhaal vertellen met behulp van een poppetje, want ik zie er natuurlijk niet zo uit als dat linker plaatje. En allereerst zal ik een beeld geven hoe we die data-analyse hebben aangepakt. Bij de start van de kennisimpuls zijn alle waterschappen gevraagd om data aan te leveren. Met enerzijds de genomen maatregelen en anderzijds voldoende data van de ecologie. En zoals Jip al zei, dan hebben we het over minimaal 4 jaar na de maatregel en 3 jaar voor of een controle. En wij hebben gekeken naar de algen en de macrofaunadata. En de vissen en macrofieten zijn door Plataris geanalyseerd. En we hebben het met 2 stappen aangepakt. Allereerst hebben we locatiespecifiek gekeken wat het effect is van de maatregel. Dus dat is wat Jip ook net in de presentatie heeft laten zien. Waarbij je over tijd kijkt naar wat het effect is van een maatregel. Voor deze analyse waren er voor 40 waterdiagrammen geschikte data aangeleverd. Met voldoende data. Ongeveer 2/3 van de data waren er metingen voor en na de maatregel. Ongeveer 30% betrof een controle en een impactlocatie. En een kleine 5% had een volledige bakkie design. En de tweede aanpak, waar ook de vraag net al over ging, is om grootschaliger te gaan kijken wat het effect van de maatregelen is. Dus het component ruimte toe te voegen. En voor deze analyse hadden we minimaal 5 meetpunten nodig in een gebied waar de maatregelen waren genomen. En dit hebben we gedaan voor 4 deelstroomgebieden en 1 gebied in een polder. En om in plaats van al deze resultaten individueel te bespreken, zal ik jullie 1 voorbeeld laten zien. Waarin zowel dat zowel is meegenomen op locatiespecifiek niveau, maar ook wat voldeed aan de casussen. En in dit voorbeeld komen eigenlijk allerlei aspecten naar voren die ook in de andere analyses zitten. En met dit voorbeeld wil ik jullie meenemen hoe de analyses zijn gedaan, waar we tegenaan lopen als we deze analyses doen. En als laatste wil ik laten zien wat we kunnen leren als we niet alleen naar de maatregel op een bepaalde locatie kijken, maar ook naar het hele gebied eromheen. En het voorbeeld wat ik jullie wil laten zien is van de tongelreep. Voor diegenen die de tongelreep niet kennen, het is een beek in het beheersgebied van waterschap de Dommel. De beek ligt op de grens met Nederland en België. En het water stroomt vanuit België in de richting van Eindhoven. In het verleden is de beek sterk veranderd door de mens. Het is rechtgetrokken. Er is invloed van bewoning, landbouw en er is een RWZI. Eigenlijk de klassieke multistress situatie waarin we in Nederland mee te maken hebben. En de maatregel waar we het effect locatiespecifiek van hebben bekeken is de hermeandering. Die hermeandering is erop gericht om de hydromorfologie in de beek
weer op orde te brengen. De hermeandering is gedaan op het roze deel van de beek, op het kaartje. Er is hier in 2006 6 kilometer van de beek aangepakt. En op dit traject lag een meetpunt waar zowel voor als na de maatregel voldoende macrofaunamonsters zijn genomen voor een analyse. En het meetpunt is hier aangegeven met de geel-bruine stip. En om te analyseren wat het effect van de meander, aangelegde meander op de macrofauna was, hebben we een EKR-score berekend. En we zetten die scores uit tegen de tijd. En het moment dat de maatregel is genomen is hier aangegeven met de roze pijl. En wat je kan zien is dat er dus 3 metingen zijn voor de maatregel en meerdere metingen na de maatregel. Er is een vrij grote variatie tussen de jaren. Maar wat we vervolgens hebben gedaan is om met de statistische techniek te kijken of er verandering was in de gemiddelde EKR-score over tijd. En de uitkomst hiervan is weergegeven met de stippellijn. En dit laat zien dat de EKR-score na de maatregel gemiddeld omhoog is gegaan. En op basis van deze data zou je dus zeggen dat de maatregel een positief effect heeft gehad op de macrofauna. Maar als we dan verder in het gebied kijken, dan is er ook een meetpunt aangeleverd dat bovenstrooms van het traject, waar de beek is hermeanderd, waar ook is gemeten. Dit is hier wat langer gemeten, dus ik heb de x-as wat langer gemaakt nu. En ook voor dit meetpunt hebben we de EKR-scores berekend. En dat, het meetpunt is hier met een rood driehoekje aangegeven. En je ziet dus de scores weer op de y-as. En wat je voor dit meetpunt ziet, is dat net zoals op het andere meetpunt, ook hier de scores omhoog zijn gegaan. Het lijkt er dus op dat de trend niet alleen op het meetpunt van de geel-bruine stip plaats heeft gevonden, maar ook van, van het rode driehoekje. En hier heb ik beide meetpunten in één grafiek gezet, zodat je ze kan vergelijken. En wat we vervolgens hebben gedaan is kijken wat er verder bovenstrooms door de tijd nog is veranderd. En wat we dan zien is dat er tot 1997 nog ongezuiverd rioolwater op de beek werd geloosd. En dat in 1997 de riolering is aangesloten op de zuiveringsinstallatie. En wat je dus ziet is dat sinds die tijd de EKR-score een flink stuk omhoog is gegaan op beide meetpunten. Maar daarmee zijn we er nog niet, want ook in 1993 is al een klein stukje van de beek bij het rode driehoekje aangepakt. En rond 2011 is het waterschap gestopt met het onderhoud. En daarnaast speelt nog mee dat de macrofauna data in de vroege jaren 90 op een net andere manier is verzameld. Dus dat de data wat onzeker is. Maar wat allemaal al wel blijkt is dat het in gebruik nemen van de RWZI een stroomsgebiedsbreed effect heeft gehad. En samen met de andere maatregelen tot een verbetering heeft geleid. Wat we vervolgens hebben gedaan is gekeken naar de eigenschappen van de soorten samenstelling op de meetpunten. En welk verhaal die soorten die zijn veranderd vertellen. Iedere soort is namelijk aangepast aan een bepaald milieu, zoals temperatuur, zoutgehalte, maar ook stroming. Dus op basis van de soorten die voorkomen is het mogelijk om te kijken naar of een score te berekenen voor bepaalde milieuparameters. Dus gebruikt hun preferentie om die score te berekenen. En voor deze presentatie
wil ik de score laten zien voor die aangeeft of er soorten zijn die een preferentie hebben voor zuurstofrijk en stromend water. En dit zijn bijvoorbeeld soorten zoals kokerjuffers. Dus in dit geval, in plaats van de EKR-score, hebben we nu de score voor zuurstofrijk stromend water op de y-as gezet. We hebben wel dezelfde kleuren aangehouden als voor de maatlat. En we zetten dan deze score uit voor het meetpunt waar de meander is aangelegd. En de kleur van de bolletjes geeft hier de kleur ongeveer op de maatlat weer. En wat je ziet is dat, net als de EKR-score, dat er een positief effect is. Dus dat er meer stromings, minder soorten bij zijn gekomen. En de soorten duiden dus een toename van zuurstofrijk stromend water. En dit bevestigt het effect van de RBCT en de andere maatregelen. En het is nu belangrijk om die kleuren van die bolletjes te onthouden, want ik ga dit nu uitbreiden naar het gehele stroomgebied. En dat ga ik nu stap voor stap doen. Want hoe doen we dat dan? Net als in de andere grafieken telkens is er een tijdsas. Maar nu gaan we ook een ruimtelijk component toevoegen. En dit doen we door de beeklengte te projecteren op de y-as. Dus ieder meetpunt komt nu op een locatie op de y-as te staan. En daarvoor hadden we die kleuren van de bolletjes nodig om dan ook nog aan te geven wat de stroming en zuurstofpreferentie van de soorten is. Je ziet hier ook de grens met België aangegeven. En je ziet ook dat er nog een heel stuk beek in België is wat nog niet op de kaart staat. En ik begin nu met de projectie van het geel-bruine meetpunt waar we eerder over hebben gesproken. En je ziet dus dat de kleur van de bolletjes zijn hetzelfde als de vorige grafiek. Dus er is een kleine verbetering in zuurstof en stromingsminderende soorten. En nu zien we ook op de y-as het traject dat is hermeanderd met de roze streep. Dus dat is die 6 kilometer die je daar ziet geprojecteerd. En vervolgens voeg ik ook het bovenstroomse meetpunt toe, waar we dezelfde verandering zien. En dan ook het onderhoud, wat rond ongeveer 2011 is gestopt. En nu, als we nu kijken naar de meetpunten benedenstrooms die ook op de meandering liggen, dan zien we daar dat eigenlijk meer groene kleuren voorkomen. Dus dat daar meer stroming is. Alleen we hebben voor deze meetpunten geen metingen voor de maatregel. Dus het is lastig te zeggen of de situatie daar al beter was voor de maatregel of dat het echt een effect is van de maatregel. Vervolgens zijn er benedenstrooms ook nog allerlei kleinschalige maatregelen uitgevoerd. Er zijn kleine trajectjes hermeanderd en er is ook op bepaalde plekken grind toegevoegd. Dat zijn die bruine kiezeltjes die je ziet. En er is een houtpakket toegevoegd. En daar is ook een meting gedaan. En er zijn ook donkergroene bolletjes, dus veel zuurstof en stromingsminderende soorten. En het lijkt erop dat die kleinschalige maatregelen dus misschien positief effect hebben gehad. En dat zien we ook in een andere studie duidelijker. En als we dan benedenstrooms daarvan kijken waar geen maatregelen zijn genomen, dan zien we ook daar verbetering optreden. Het zou dus kunnen dat benedenstrooms meelift van de maatregelen die bovenstrooms zijn genomen. En als laatste is er ook nog op één moment twee metingen genomen in België. En deze meetpunten liggen in een redelijk natuurlijk
deel van de beek. En we zien hier donkerblauwe bolletjes. Dus er is een hele goede situatie. En de vraag die daarbij dus speelt is, wat is de rol van de bronpopulatie geweest bij het herstel wat we zien in de tongelreep? Nou, ik heb jullie een hele hoop analyses laten zien. Maar wat zijn nu de belangrijkste conclusies die ik hoop dat jullie hieruit meenemen? We zijn begonnen met een locatiespecifieke analyse voor en na de maatregel. Hieruit leek er een positief effect te zijn van de maatregel. Maar vervolgens heb ik jullie laten zien dat dit bovenstrooms ook gaande was. En dat waarschijnlijk het aansluiten van de zuivering een belangrijke oorzaak hierin was. Uit deze analyse kunnen we concluderen dat het belangrijk is om een bakkieontwerp, de metingen te doen met een bakkieontwerp. Dit is van belang om de autonome ontwikkelingen te scheiden van de maatregeleffectiviteit. Vervolgens heb ik jullie meegenomen in een stroomgebiedsbrede analyse. En uit deze analyse kunnen we concluderen dat maatregelen wel veelal genomen worden op trajectschaal, maar dat veel factoren ruimtelijk doorwerken. En in de volgende presentatie zal Ralf jullie vertellen hoe we met deze kennis verder kunnen. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel, Geer. Ondertussen stroomden er een aantal vragen.